Goedendag, het wintersportseizoen begint weer en de afgelopen dagen is er al regelmatig veel sneeuw gevallen in de Alpen, zoals hier achter me, in de regio van Zulde. Daar waren de sneeuwruimers al best goed bruikbaar, maar de komende dagen gaan we die sneeuwruimers op meer plaatsen zien, want dit is weliswaar nog op grote hoogte, maar nu gaat er ook veel sneeuw vallen aan de noordkant in de lagere gebieden. Waar hebben we dat aan te danken? We hebben dat te danken aan een groot lage drukgebied boven Scandinavië en Oost-Europa. En een groot hoge drukgebied boven de oceaan die koudere of warmere lucht vanaf de oceaan blokkeert. En daartussenin zien we als het ware een glijbaan ontstaan met koude vochtige lucht die richting de Alpen trekt vandaag. En de hele weekend blijft het daar dan ook flink sneeuwen. Want die koude en vochtige lucht vanaf de Noordzee en de polaire gebieden kunnen richting de Alpen blijven afzakken. En is de temperatuur op 1500 meter hoogte en dan zien we dat het gewoon koud blijft. Die koude lucht vanuit het noorden blijft de Alpen bereiken, maar wel zien we na woensdag een tijdelijke verzachting erin komen als een warme bel met wat warmere lucht vanaf de oceaan over de Alpen trekt. Maar dat is gelukkig van korte duur, want we zien alweer een nieuw lage drukgebied hier bij Nederland vormen en daaromheen zit weer opnieuw koude lucht die richting de Alpen kan afzakken. Dus er staat echt wel een koude en sneeuwrijke week op het programma. Als we naar de details kijken deze vrijdagochtend, dan zien we nog een mooi koufront net ten noorden van de Alpen liggen, met daarachter dus die koude polaire lucht. Dat koufront zakt vandaag snel op de Alpen, of trekt vandaag snel over de Alpen heen. En dan zien we die sneeuwhoeveelheden snel oplopen. Het hele weekend blijft het dus flink doorsneeuwen aan de noordkant. Flinke hoeveelheden. En ook na het weekend, vooral dinsdag, gaat er weer opnieuw een flinke portie sneeuw bijvallen. En dit is dan de sneeuw die dan vanaf vanmiddag tot aan dinsdag gaat vallen. Het zijn behoorlijke hoeveelheden van meer dan 50 tot lokaal 100 centimeter langs die noordkant. Wat verder opvalt is dat ook heel Duitsland, of praktisch heel Duitsland, wit wordt. En ook Winterberg krijgt al een behoorlijke portie sneeuw voor de kiezen. Als ook hier het gebergte naast het Rijndal. Kortom, het wordt dus echt winters deze week in die regio. Als we nog wat verder in detail kijken naar hoeveel sneeuw er gaat vallen in de Alpen, dan zien we die hoeveelheden snel oplopen. Echt een flinke portie sneeuw, 50 tot lokaal 100 centimeter. Wat verder opvalt is het vooral de regio van Adelboden, maar ook het Arlgebergte, als ook de Dachsteinregio, behoorlijke hoeveelheden sneeuw te verduren krijgt. En ook het Inntal als ook het Rijndal worden dus helemaal wit. En dat zijn toch wel de lagere delen van de noordkant. Verder is er wel wat minder goed nieuws voor de mensen die richting de Dolomieten willen. Daar valt echt beduidend minder sneeuw. Dat komt omdat die sneeuwval eigenlijk wordt tegengehouden door die hele hoofdkam. En dat die koude vochtige lucht wordt uitgewrongen voor die hoofdkam. Ook Carinthië krijgt beduidend minder sneeuw. Maar daar gaat toch nog wel iets vallen. Maar het is dus echt een noordkant die de vruchten plukt als het ware. Als we kijken naar de sneeuw die er al is gevallen van de afgelopen tijd, dan zien we op de hoge toppen hier in het Uttstal, maar ook in Oberwallis, al hoeveelheden die lokaal meer dan een meter, over een meter gaan. Echt al veel sneeuw dus voor eind november. Maar er komt dus nog een hele bak bij. Het gaat heel snel. En als we dan kijken naar hoeveel sneeuw er na het weekend in totaal ligt, dan zien we toch hoeveelheden die oplopen naar meer dan een meter op sommige plaatsen. Lokaal zelfs richting de 2 meter hier in Zwitserland en de omgeving van de Mont Blanc. Maar ook dus die hele noordkant die heel mooi wit gaat worden. En opnieuw weer die zuidkant die minder wit wordt. Kortom, er is dus veel sneeuw onderweg naar de Alpen. Flinke hoeveelheden voor eind november. Dat is echt wel eens anders geweest in dit jaargetijde. Aan de noordkant lokaal meer dan een meter verse sneeuw die erbij valt. Er ligt dus al heel veel sneeuw. En aan de zuidkant gaat minder sneeuw vallen. Daar zullen ze dus toch echt nog even moeten wachten. Fijne dag.